Hogeschool voor Kunsten Utrecht. Ja, je hebt daarmee weer wat bijzonders gedaan. Vertel eens. Inderdaad. Wij hebben met een team van 5 personen hebben een persbak ontwikkeld. Waar wij met z'n vieren muziek kan maken tijdens het persen. Maar hoe gaat het in zijn werk dan precies? Nou, je hebt 4 sensoren in iedere pot. De eerste sensor die je raakt, die triggert een beat. De beat begint te lopen en dan kun je er langzaam effect overheen pissen. Waarom hebben we dat zo bedacht? Wat is het nut ervan? Ja, wij zijn van de opleiding Interaction Design. Ja. Wij zoeken altijd naar verrassende manieren om dingen leuker te maken en om dingen... Het is net zoals die plasvlieg die je normaal in een wc-pot hebt, dat niemand er meer naast vist. Ja, het heeft er wel mee te maken. Maar... Functionele functie. Ja, maar dit is leuker. Dit is zeker leuker. Ik ga het even doen. Ja, oké. Toppie. Ik ga het natuurlijk niet zelf doen. Ik ga naar deze jongen. Gaat het goed? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja? Wat voor wereldhit ben je aan het pissen nu? Een beetje relaxed. Een beetje kicken. Een beetje... Smooth. Nou, dat je, terwijl je aan het pissen bent, ook meteen echt de nieuwe nummer 1 hit van Kerst 5 in handen hebt? Ja, ik denk meer van, ik ben nu op de 5 en ik moet pissen en ik moet me concentreren, maar ik weet niet of het gaat lukken. You make beautiful.